Heel veel huilen, heel veel verdriet, maar ook wel een gevoel van saamhorigheid. Het was heel goed om te zien hoe zeker die ouders van die topsportleerlingen, maar ook die ouders van die klas, om die ouders van Klee heen gingen staan. En dat is ook dan tegelijkertijd weer hartverwarmend. Nou, hebben de ouders van Klee in hun rouwadvertentie verteld dat Klee volgens hen is overleden door een challenge. Wat zijn uw gedachten daarbij? Wat nemen kinderen voor risico's over dingen die ze via het internet bereiken? Het lijkt een beetje op, zeg maar, de filmpjes met vuurwerk. Hè. Ze hebben altijd het idee, mij overkomt het niet. Met deze noodlottige afloop, kijk uit waaraan je begint. Je weet wat de risico's zijn. En nu is er een heel jong leven in de knop gebroken. Een jongen die heel veel ambities had, die naar de Olympische Spelen wilde. Kijk uit, denk na. Wat gaat er de komende tijd nog gebeuren? Ja, we zijn in school, hè. De examens zijn ook nog bezig. Dus eigenlijk is het weer business as usual. Tegelijkertijd houden we wel de leerlingen natuurlijk in de gaten. Het zorgteam is paraat, de topsportcoördinator is paraat. Vrijdag aanstaande is het condoleren. Daar zijn alle leerlingen door de familie voor uitgenodigd. Zaterdag de crematie. Ook daar wordt natuurlijk, zijn leerlingen bij, zijn mensen van de school bij. En natuurlijk zijn klas. Daar is een lege plek. En die leerlingen worden natuurlijk heel nadrukkelijk in de gaten gehouden door ons zorgteam.